Dankjewel. Bedankt. Ben ik goed te verstaan? Oké. Ja, normen en netwerken, het normen en netwerken cluster. Als u dat zo hoort, dan denkt u waarschijnlijk... Momentje, ik ga dit even starten. Denkt u waarschijnlijk, dat hebben ze slim bekeken, want normen en netwerken, dat is eigenlijk alles in de sociologie. Dus wij kunnen eigenlijk doen waar we zin in hebben. Dat is natuurlijk een goede zet van ons. Maar wij gaan het toch wel iets specifieker richten op een aantal onderwerpen. Polarisatie, samenwerkingsvraagstukken en diversiteit en integratie. Over elk van die onderwerpen hoort u straks presentaties. Nou, ik doe dus het stukje polarisatie, maar uiteraard, ik ben absoluut niet de enige die dat in deze groep doet. En bij alle andere onderwerpen geldt dat ook zo. Dus we werken dus met een hele club mensen samen. En die club wil ik toch even introduceren. Wow, daar zijn ze. De normen en netwerkers van sociologie. Ze lopen hier voor een deel rond. Dus als u vragen hebt over de diverse onderwerpen, spreek ze vooral aan. Niet iedereen is zo op dit moment hier. Bijvoorbeeld Fleur is op dit moment op stage in Amerika. Maar een aantal zijn er wel. We doen ook aan arbeidsdeling. We hebben iets geleerd van Durkheim. Dus een aantal richt zich meer op het onderwerp polarisatie. Een aantal kijkt dan meer naar samenwerking. Je ziet ook enige overlap natuurlijk. En diversiteit en integratie, dat zijn deze collega's die zich daarmee bezighouden. En onze alumnus, Tobias Stark, die staat nu niet op de foto. Ja, want hij is alumnus, dus hij was er niet bij toen we de foto hebben genomen. Maar daar gaat Tobias straks iets over vertellen. Dus polarisatie, een van onze drie hoofdonderwerpen. Bij een Nederlands publiek hoef je niet veel te doen om uit te leggen wat polarisatie is. Je laat dus zo'n foto zien van zoiets hier bijvoorbeeld. Hè. Zwarte Pieten discussie, het begint binnenkort weer. Of is al officieel begonnen, heb ik begrepen, van Arjen Lubach. Dit heeft kenmerken van polarisatie. Je hebt dus twee groepen die elkaar heel erg negatief zien. Ze lijken ook echt niet bij elkaar te komen. Hoe langer die discussie duurt, heb je het gevoel hoe verder gaan ze uit elkaar in hun opvattingen. En dit soort ontwikkelingen zien we ook als we naar data kijken die we daarover hebben. Er zijn bijvoorbeeld data over de politieke meningen in de VS. Pew Research Center heeft data verzameld. En hier ziet u dan de verdeling van politieke meningen van democraten en republikeinen in Amerika langs zo'n spectrum van liberaal tot en met conservatief. En hoe dat over de jaren heen is veranderd. En een duidelijke ontwikkeling is tussen 2004 en 2014. Die twee groepen zijn dus steeds verder uit elkaar gegaan. We kunnen nu gissen hoe het verder gaat richting 2018. Zeer waarschijnlijk zijn ze dus nog verder uit elkaar gegaan. Ja, hoe komt dat dan? Wij doen eigenlijk bij ons een soort onderzoek waar we als sociologen in eerste instantie gewoon hele naïeve vragen stellen. Namelijk denken we, we weten toch ook een hoop over sociale beïnvloeding. We weten dat als mensen met elkaar interacteren, als ze in groepen met elkaar zitten, als er groepsdruk speelt, dan word je toch steeds meer met elkaar eens. Dus waarom zijn er dan eigenlijk nog wel verschillen? We zijn niet de enigen die dat bedacht hebben. Bijvoorbeeld Robert Axelrod heeft deze uitspraak gedaan. Dus als het zo is, en dat weten we uit allerlei onderzoek, dat mensen steeds meer op elkaar gaan lijken als ze met elkaar interacteren, in contact zijn, waarom verdwijnen dan niet al die verschillen? Waarom leven we eigenlijk niet in een wereld waar iedereen het roerend met elkaar eens is? Wij proberen hier meer inzicht in te krijgen, onder andere door computermodellen te maken. En bij die modellen gaan we dan uit van sociale mechanismen waarvan we weten dat die spelen, waar veel onderzoek over is. En we zijn dan geïnteresseerd in de vraag, wat gebeurt er nou als deze mechanismen onder verschillende condities zich afspelen? Wat u hier net zag, was dus een model waar we hiervan uitgaan. Ja, er is sociale beïnvloeding tussen mensen. Er is ook een soort van echo-effect. Als je het met elkaar eens bent, dan word je gezamenlijk steeds stelliger in je opvattingen. Er is ook een birds of a feather flock together proces, dus je praat vooral met mensen die meer op jou lijken. En we hebben hier naar een situatie gekeken waar we dus een groep hebben die heel erg duidelijk uit elkaar valt in twee subgroepen. En aan dit filmpje hier, wat hier net helaas een beetje te snel is afgelopen, kon u zien dat
in het begin er nog wel wat contact en interactie tussen die twee subgroepen was. Maar na verloop van tijd zijn die groene en die blauwe hier helemaal uit elkaar gegroeid. Op basis van dit proces. Het leuke aan die modellen is nu dat je andere processen, andere aannames kunt maken over de situaties waarin zich dezelfde processen afspelen. Dat gaan we nu bij het volgende plaatje bekijken. Dus die ging weer te snel. Hier zijn we nu in een situatie waar we een aantal crisscrossing actors hebben. Of bruggenbouwers zou je kunnen zeggen. Die tussen beide groepen toch steeds blijven communiceren. En in het begin zag u, ging dat weer uit elkaar. Dus dezelfde mechanismen leiden eigenlijk weer tot polarisatie. Maar nu is die polarisatie alleen maar tijdelijk. Die bruggenbouwers zorgen ervoor dat het steeds weer met elkaar communiceren uiteindelijk toch tot consensus leidt. Dan kunt u zeggen, ja, allemaal mooi en best, dat zijn computermodellen. Maar wat heeft dat nou met de werkelijkheid te maken? Die vraag is helemaal terecht. Wij proberen daar ook wat meer inzicht in te krijgen en op verschillende manieren. Eén manier is dat wij experimenten doen waarin we naar de gedragsprocessen kijken die we in deze modellen veronderstellen. Dus hier is bijvoorbeeld hier is een voorbeeld van een onderzoek wat mijn collega Michael Mees doet. U bent nu een proefpersoon, u krijgt deze vraag voorgeschoteld en u moet kiezen waar u zich wilt positioneren. En u ziet hier de verdeling van meningen van anderen. En dat kunnen we dus nu variëren in een experiment. Dan kunnen we zien hoe dat de proefpersoon beïnvloedt. Wat is de invloed van de meningen van anderen op mijn eigen mening? Wat hier over het algemeen uitkomt, is dat mensen geneigd zijn min of meer naar het gemiddelde toe te gaan van de meningen van anderen. En als u zich dan weer voorstelt, we zitten dus in die verschillende bubbels, verschillende subgroepen, dan schuiven we dus heel sterk naar de voorheersende mening in onze eigen bubbel toe. Een andere manier van onderzoek om dit dichter bij de werkelijkheid te brengen, is dat we zeg maar, aan de voorkant realistische situaties in die modellen stoppen. Hier ziet u dan zo'n model waar we een wijk van Rotterdam, of een stukje Rotterdam in ons model hebben gestopt. En met name ook de etnische diversiteit van Rotterdam daarin hebben gestopt. En u ziet dat in het beïnvloedingsproces wat we hier hebben gemodelleerd, vooral hieronder in de hoek in het begin, daar waar het divers is, extreme tegenoverstellingen zijn ontstaan. En die hebben zich dan verspreid over het hele netwerk. Of en in welke mate dit dan overeenkomt met wat we werkelijk zien. Daar doen we dus op dit moment weer onderzoek naar. Daar zijn we nog steeds mee bezig met een aantal mensen. Maar we hopen daar toch redelijk snel meer inzichten in te krijgen. We hopen dat het geen 80 jaar meer duurt voordat we dat weten. Laat ik nog met dit nu afsluiten. We hebben vandaag al vaker iets over Durkheim gehoord, interessant genoeg. En hij is ook hier van toepassing. Wat we hier hebben gedaan of doen in dit soort onderzoek is eigenlijk gewoon dat waar sociologie voor staat terug laten komen. Het idee dat wat individuen doen nog lang niet verklaart wat in de samenleving gebeurt. De individuen in onze modellen die willen helemaal geen polarisatie, die willen ook geen segregatie. Dat stoppen we daar niet in. Maar het ontstaat als gevolg uit het samenspel van de handelingen van al deze individuen. En dat proberen we dus nu ook toe te passen op onderzoek naar polarisatie en segregatie. En nou, hopelijk hebben we dan daar gauw ook nog wat interessantere dingen over te vertellen. Dank voor uw aandacht.